als je een onderzoek naar ging instarten, waarom hang je gele banners? Waarom is de boer daar kapot? Als er drugs zijn en wat ook allemaal. Ja, ik wil niet zeggen dat ik dan een probleem heb. Ik ben natuurlijk zijn buurman. Maar die tunnel die grenst natuurlijk wel aan mijn huis. De Belastingdienst speelt hier duidelijk geen spelletjes, hoewel als ik natuurlijk moet geloven en daarbij komt kijken of alles ook echt volgens de regels gaat. Want ja, ik heb hier nu inmiddels 2 Belastingdienstpapieren. Ja, met 1 natuurlijk, ja, beslaglegging op je plot wegens achterstallige betaling. Nou ja, je kan me veel vertellen, maar Dylan heeft hier sowieso niks mee te maken. En dan vervolgens, ja, deze letterlijk van, hè, hierbij is namens Financiën uw plot ingevorderd, plot 264 te Mindtopia met Vriendengroep Director Belastingdienst. Er klopt iets niet. En ik roep het vaker, maar het is allemaal toch eventjes iets toevallig. Ik bedoel, ik word wederom onder druk gezet door Jimmy. Nou ja, goed, weet je, wat ik ook al tegen Jimmy zei, ik heb voor hetere vuren gestaan. Vervolgens kom ik letterlijk die kerel van de Belastingdienst hier tegen. Het zou bijna kunnen zijn dat ze elkaar hier hebben gekruist hier op de weg hier beneden, of weet ik wat allemaal. Ja, er is helemaal niks. En vervolgens heeft die gozer van de Belastingdienst ook nog eens een keer behoefte aan de camerabeelden, dat Jimmy hier staat. Ik denk van, ik ben toch gewoon duidelijk tegen je geweest wat dat betreft. Ik heb toch gewoon het met je over gehad over het feit dat er gebeuren criminele activiteiten, wat ook allemaal. Maar goed, ik kan hier gewoon echt op dit moment niet meer naar binnen. Kan ik gewoon zijn briefbus? Nee. Het is echt wat, misschien dat ik hier nog wel naar binnen kan via de tunnel, dat ik misschien nog wat sporen kan veiligstellen of iets. Ja, overal, ja, sporen, er valt eigenlijk niks veilig te stellen wat dat betreft. Ja, er zullen misschien wat, ja, misschien wat illegale spullen vinden als drugs, maar voor de rest denk ik ook niet veel. Maar ik heb hem letterlijk gezegd dat er dingen gebeuren op privé-eilanden waar enorm grote belastingfraude zijn. Wil meneer niks van weten, maar zodra ik het dan hier heb over, ja, ik heb camerabewijs, oh, stuur het maar even door naar mij of laat het maar even aan mij zien. Maar je hebt helemaal niks met heel de politie te maken als Belastingdienst. Sowieso werkt die ja, wat is het, directe Belastingdienst, Colin of hoe die vent ook maar heet, die werkt sowieso samen met de criminelen. 100%, dat kan niet anders. Maar goed, ja, je moet natuurlijk nog wel erachter zien te komen hoe wat ze natuurlijk allemaal werken. Maar hier wil je vooral natuurlijk nog deze deur. Ja, als dit plot echt is ingenomen, het is niet meer van Dylan, dan ben ik nu aan het inbreken, letterlijk, bij Dylans huis. Ja, ik moet wat toch? Ik bedoel, ik moet toch weten hoe wat allemaal? Ik bedoel, hoe is die überhaupt verder beneden? Hier beneden is ook allemaal nog gewoon hoe het was. Dit is gewoon echt letterlijk gewoon ingenomen en klaar. Ik bedoel, dit ziet er toch enigszins raar uit. Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, er hangen hier een soort van rekken. Er ligt hier nog potgrond. Het is hier muf, benauwd, water. Ja, dat ze hier een extra onderzoek naar gaan instellen lijkt me niet meer dan normaal. Ja, tenzij iemand natuurlijk in één keer een binnentuin heeft, maar Waarom zou je in een kelder in één keer random een binnentuin hebben? Ik bedoel, mensen ook niet gek, maar ja, dat vinden ze dan wel hier. En voor de rest hier, ja, die Armorsdance, dat is op zich ook niet heel gek. In mijn opinion, ja, de mystery alleen heel wat, maar ja, dat is ook niet iets wat heel raar is. Ik laat over die deur open, zodat ik snel er naartoe kan rennen als nodig is. Maar dan hier gewoon zijn huis, ja, ik krijg die deur ook gewoon helemaal niet open. En deze kisten voor de rest, ik kan er gewoon allemaal niet in. Ze hebben gewoon echt alles. Hebben ze misschien iets in de overkant ook niet in? Ja, misschien daar nog iets geheims in lag of zo. Ik weet het niet. Kijk, dit is ook wel. Hier, de restanten van fucking Merlumius hangen hier gewoon nog. Hè. De gele banners allemaal. Het is allemaal zo vaag. Ik bedoel, als je een onderzoek naar ging instarten, waarom hangen hier gele banners? Waarom is de boer daar kapot? Als er drugs zijn en wat ook allemaal. Ja, ik wil niet zeggen dat ik dan een probleem heb. Ik ben natuurlijk zijn buurman. Maar die tunnel die grenst natuurlijk wel aan mijn huis. Weet je wel. Dus ik maak me daar toch wel een beetje zorgen over dat die tunnel, die hangt toch aan mijn, toch wel een soort van aan mijn huis. Dus alles wat ze daar verder vinden, dat relateren ze dan misschien van, hey, wacht eens even, dit gaat hier verder naartoe. Laten we hier eens even een kijkje gaan nemen. Hier is voor de rest ook, ja, ik kan hier helemaal niks. Ik kan hier niks. Het huis is oprecht ingenomen. Ze hebben overal de sloten van veranderd, behalve dan van die deur hier beneden. Misschien zoals ze hebben van, ja, weet je, het is een iron door. Daar kan toch niemand verder in dan de eigenaar of de politie, wat dan ook allemaal. Maar dit is natuurlijk wel, want hier is natuurlijk beneden is de boel kapot. Hier is nu de boel kapot. Ja, het gaat allemaal maar door. Het gaat allemaal maar door. Maar goed, aan de andere kant, ik moet dit nu misschien ook even laten rusten. Kijk, Colin is nu weg. Hij heeft nu in ieder geval dit in beslag genomen. Dit wordt verkocht. Ik ga er toch vanuit dat het genoeg geld moet opleveren. Uiteindelijk dat daarmee die belastingfraude de schuld wat ook wordt opgeheven. Nou ja, het extra geld houdt hij blijkbaar zelf. Als dat eventjes de zaak is, rustig blijft nu. Dan kan ik me nu weer focussen op het feit, waar de hel is Dylan? Ik bedoel, hij zat in Levi's in zijn kelder daar al. Hij is er vervolgens weggehaald. Ik heb een anonieme tip van iemand gekregen. Ik weet het op de dag van vandaag nog steeds niet wie dat is. Dus ik heb zoiets van, het wordt misschien tijd dat ik eens eventjes naar de Kaap toe ga. Om nou ja, daar eindelijk maar eens een keertje te gaan posten. Ik wou het eigenlijk al veel eerder doen. Dus
Ja, ik wil natuurlijk niet zeggen dat de persoon daar was of wat ook allemaal, maar er is natuurlijk altijd een kans dat hij de afgelopen dagen er is geweest. Misschien wel weer dingen gecheckt, wat ook allemaal. En heb ik hem nu al gewoon volledig misgelopen. Je weet het gewoon niet tegenwoordig meer. Je weet niet. Ik moet trouwens ook denk ik mijn ogen open houden voor het geval dat er in één keer een club mannen met bivakbutsen mijn kant op rennen. Met allemaal donkere kleding die me daadwerkelijk ook willen ontvoeren, wat ook allemaal. Ik sluit op dit moment helemaal niks meer uit. En ik sluit ook niet uit dat er binnenkort in één keer een brief van de Belastingdienst voor mijn deur ligt. Van, joh, luister, we gaan beslag leggen op jouw spullen, dit en dat allemaal. Weer eens onderzoek of weet ik wat allemaal. Wacht eventjes. De maskerwinkel die werd toch verplaatst toen ik de eigenaar hier toen de laatste keer van sprak. Toen hij hier werd overvallen door Dylan. Want dat is allemaal nog voordat er überhaupt iets gebeurde. Maar toen hadden ze toch over dat ze hier de boel aan het verhuizen zijn. Dit ziet er niet echt uit alsof het verhuizen. Dit ziet eruit alsof we gaan gewoon lekker door hier maar eens met de boel te verkopen. Wait, what? Er werd gezegd. We zijn natuurlijk met de boer aan het verhuizen. Daarom, we hebben hier helemaal niks. We hebben geen geld, niks. Alles erop en eraan. We gaan naar een nieuwe locatie toe. En vervolgens is dit gewoon allemaal ingericht. Ik heb de persoon die hier werd overvallen toen nog gemeld. Van, ja, misschien moet je naar de politie gaan. Wat ook allemaal. Misschien moet je aangifte gaan doen. Van Dylan. Om op die manier natuurlijk ook Dylan, ja, een soort van, ik weet niet, niet per se schuldig te maken. Maar ja, ze gingen Dylan toch niet meer vinden. Dat zijn bivakmuts op. En vervolgens gebeurt dit hier. Wat nou als de persoon die daadwerkelijk hier achter de balie staat, of stond moet ik eigenlijk zeggen, zijn hier eigenlijk camera's? Zijn hier geen camera's, right? Nee. Wat nou als die persoon die achter de balie stond daadwerkelijk misschien wel mijn tipgever is? Dat hij misschien Dylan uiteindelijk nog is gevolgd, dat hij Dylan heeft gezien lopen op straat, wat ook allemaal. Dat hij uiteindelijk mee is gaan naar de Kaap, want ik neem aan dat Dylan in de Kaap ontvoerd is. Dat hij dan Dylan achterna is gegaan. Dat hij dingen heeft gevoeld. Dat hij misschien wel het café is ingegaan. Wat ook allemaal. Misschien daar naar de wc is geweest. Op het moment dat hij naar de wc is. Dat daar Jimmy en Levi naartoe zijn gelopen. En dat hij het daarvoor af te luisteren. Dat hij nu dit boekje naar mij schrijft. Uit, I don't know. Misschien uit bedankje. Wat ook allemaal. Zou dat kunnen? Ik bedoel, het is misschien wel ver gezocht. Maar in die zin. Heeft het dan voor mij zin om nu naar de Kaap te gaan. Om te kijken of die persoon daar is. Ik denk niet dat voor mij heel veel zin heeft. Ik denk dat het voor mij meer zin heeft dan om in mijn topia te posten bij zijn maskerwinkel om te kijken van, komt die daar naartoe? Maar andere, ik weet ook niet of die persoon ergens, waar die persoon ergens kan wonen wat dat betreft. Terwijl ze hier ook de boel flink aan het veranderen zijn. Oké, wat is nu verstandig om? Is nu verstandig om toch naar de Kaap te gaan kijken? Het probleem is meer, als ik nu naar de Kaap ga en ik ga weer daar naar het café toe, dan is natuurlijk de kans enorm groot dat ik daar een Levi ga tegenkomen, dat ik daar een Jimmy ga tegenkomen, een Reox, een andere crimineel. Sowieso wordt de informatie over mij verteld van, luister, we hebben Duffy hier gezien, die gaat daar en daar naartoe. Dat is één ding wat 100% zeker is. De kans dat wij dus ook dan de persoon in kwestie, waarvan ik misschien denk, ons de tip heeft gegeven, ja, of die daar gaat zitten, I don't know. Dus in die zin, ja, misschien is het toch beter dat ik misschien in mijn topje blijf en misschien hier blijf posten. Overigens, wat ook raar is, ik heb al enige tijd niet meer gehoord van die corrupte agent. Weet je, die is van de aardbodem tussen eigenlijk is verdwenen. Colin daarentegen wil informatie hebben die hij eigenlijk zou moeten opvragen als agent zijnde. Terwijl hij ook samenwerkt met de criminelen. Ik ga dus uit dat Colin ook samenwerkt met de criminelen. Het is een soort van ronde cirkel die keer op keer weer doorgaat. En het bizarre is, heel de tijd wordt dus ook de overheid in betrokken. Er is nu gewoon politie bij betrokken. Goed, die is zo corrupt als maar kan. Dat weet ik, want hij wil sowieso geld van mij. Blijkbaar is de directe belasting niet corrupt als fuck, want in één keer beslaglegging dit, ja, het is niet betaald, we hebben er niks van doorgekregen. Houd toch op, man. Dit is gewoon uit werk van hun, dat is ja gewoon, weet je wat is, sowieso hebben Levi en alles hebben gewoon dingen besteld dat ook op Dylan's naam wat ook allemaal, dan allemaal niet betaald en letterlijk wachten, hoppatee. Wij weten dat die daar toevallig een huis, we gaan maar kijken, ja, die nemen we lekker in beslag, hoppatee. En we hebben weer geld erbij op die manier. En maar door te gaan in die belastingkerel denk ik ook maar, want wat hij dus zei is, de dingen die wij verkopen, we betalen daar de schuld mee. En wat over is, ja, weet je, dat is voor ons. Kortom, des te meer hij inneemt, des verkoopt, des te meer geld hij er zelf ook nog eens een keertje aan gaat verdienen. Dus in die zin, het is gewoon echt één ronde cirkel. En misschien dat nog wel Levi en Jimmy hem dan vervolgens helpt met het witwassen van natuurlijk de gebeuren. Ik bedoel, ik heb al die bankpasjes gezien, ik heb die KVK's gezien. Dat lijkt me duidelijk wat natuurlijk daar gebeurt. Dus als dus Colin daadwerkelijk het geld naar hun toe brengt, zorgen zij waarschijnlijk dat het wordt witgewassen. Daarom stuurt waarschijnlijk Colin misschien wel een brief hun kant op van, yo, ik heb onderzoek gedaan, dit dat wat jullie moeten betalen. Krijgt Colin het geld weer terug, min een deel wat natuurlijk voor hun is, wegens, misschien kost dit of dat. Op die manier hebben ze gewoon geld wit gewassen. En zo kunnen ze alleen maar door blijven gaan. En op deze manier, ja, ik weet nog steeds niet waar Dylan is.
En ik moet dus nu gaan posten, denk ik, bij de, wat is dat, de Masker Mania of zoiets, om die persoon in kwestie misschien aan te spreken. Het gaat ook niet ongemakkelijk voor hem zijn. Het is maar gewoon een, iemand die in een shop werkt, maar misschien is dat wel gewoon, ja, de link naar Dylan?